Vrijdag 14 november was er bij Brasserie Nu een bijeenkomst waar de problematiek rondom de A15 centraal stond. Iedereen die op de A15 rijdt, ziet de files en ziet de ongelukken en weet dat het verkeer in de komende jaren toe zal gaan nemen. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat Tiel en de regio de schouders eronder zet en gaat zeggen tegen in dit geval de regering, let op, het verkeer gaat toenemen en dat blijkt uit alle cijfers. En we moeten dus op tijd maatregelen nemen, want we zijn namelijk heel erg bang dat het jaren gaat duren voordat die A15 aangepakt gaat worden. En wat we als regio gaan doen, is zelf onderzoeken doen om aan te tonen dat datgene wat ik zeg, namelijk dat het verkeer gaat toenemen, dat dat waar zal zijn. En dat hebben we hard nodig vanwege de ontwikkeling van de logistieke hotspot en het fruitpakt in de regio dus. Thema's die aan bod kwamen waren onder andere veiligheid, hoe kan men die nu al verbeteren, economische belangen, nu en in de toekomst, en wat is er nodig om ervoor te zorgen dat de landelijke overheid de problemen erkent en wil agenderen. Een tweetal Tweede Kamerleden van de VVD waren bij deze dag, georganiseerd door de Tielse VVD-afdeling aanwezig, waaronder Barbara Visser. Zij heeft infrastructuur en milieu in haar portefeuille. De bevindingen waren dat er problematiek is, dat die geagendeerd moet worden, maar dat je daarvoor eerst je huiswerk op orde moet brengen. Het huiswerk op orde brengen is inzichtelijk maken wat is de exacte omvang van het probleem. Wat gebeurt als je hier niet ingrijpt? Wat betekent dat voor de Nederlandse economie? Om inzichtelijk te maken welke bijdrage de A15 hier levert aan de Nederlandse economie. Als je kijkt naar de huidige situatie met de huidige financiële middelen, is tot 2028 is het geld allemaal in verschillende projecten in Nederland al belegd. Maar er kunnen dingen veranderen. Er zijn straks ook weer nieuwe verkiezingen. En dat betekent dat er dan weer een nieuwe afweging wordt gemaakt van hoeveel geld gaat nu naar wat. Nou, wat VVD betreft, infrastructuur staat altijd in de top 3 qua lijstjes. Naast veiligheid en belastingen te verlagen. En dit is er dan eentje van. En daarom is het belangrijk om het te agenderen. Want als er geld is en ruimte is, dat je dan, en dat hoeft niet tot 2028 te zijn, dat je dan klaar staat en kunt aantonen dat je hier moet investeren. Iedere regio vindt dat zijn of haar weg het meest belangrijke is. Als u een dagje met mij meeloopt en u kijkt naar alle mails die ik krijg of mensen die langskomen voor een bezoek, dan vindt men dat zijn weg het meest belangrijke is. En dat is de reden waarom we hebben gezegd van je moet het kunnen aantonen. Voor de VVD is het belangrijk dat het een bijdrage levert aan de economie. En op basis daarvan prioriteren wij welke weg nou in aanmerking komt. En dat betekent voor Tiel dat ze moeten gaan zorgen samen met de regio en met de provincie om te kijken van hoe verhoudt zich dit tot de groei van de Rotterdamse haven. We hebben met z'n allen aangewezen als een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. Hoe zorg je ervoor dat die goederen nou op een goede manier afgevoerd kunnen worden? Op een veilige manier ook. Dus dat betekent ook iets voor je verkeersveiligheid hier. Nou, volgens mij zijn er genoeg knooppunten voor de regio hier om daarop aan te haken en om hun verhaal hard te maken. En op basis van alle informatie die er ligt, zullen we een besluit moeten nemen. Maar eerst moeten we zorgen dat die informatie er ligt.